Samen Apeldoorn in het roze breien. En Sintes bedankt haar reizigers met bedankbussen. In de wielerhub Casa Patata wordt iedere dinsdagochtend gebreid. Niet zomaar voor de lol, maar om Apeldoorn straks, rond de start van de Giro Italia, vol te hangen met roze gebreide lappen. De gemeente die heeft ons benaderd om de breiclub hier te organiseren. En zodoende hebben wij dat georganiseerd. En dan wordt hier gebreid, waarvoor? Voor de Giro. We willen de hele stad zo roze mogelijk maken tijdens de Giro. En het breien is bedoeld om de bomen en de lantaarnpalen te gaan omhullen met roze breisels. En waar moeten deze breisels komen? Door heel Apeldoorn. Het mooiste is langs de route natuurlijk. De gemeente zal daarin bepalend zijn. Die zullen locaties aanwijzen waar ze opgehangen worden. Vanaf 29 april zullen ze in Apeldoorn overal hangen. Dus net iets voor de start van de Giro. Afgelopen dinsdag werd er door 11 dames en 1 heer volop gebreid. Wat motiveert je? Klopt. Nou, eigenlijk mijn vrouw. Je bent door je vrouw overgehaald om hier te komen. Dat klopt. Vorige week was de eerste keer en toen ben ik meegegaan met mijn vrouw en mijn kleinzoon die ergens rondloopt. Oh, hier op de grond ligt. En toen waren er maar 3 vrouwen. En dat vond ik een beetje mager. Ik denk, oh, geef mij maar 2 breipennen. En kreeg een snelcursus van 3 minuten. En nou, sinds die tijd brei ik. Kijk. En wat is de productie? Nou, dat is niet echt hoog. Dus ik wil me niet meten aan al die professionele bereisters hier. Dus, maar goed, ik doe mijn best. Hij krijgt support van de vele dames om hem heen. Nou, ik heb thuis nog wel een stukje gebreid, maar Paul doet het alleen hier. Dus dat is het resultaat van 1,5 uur, denk ik, totaal. Maar dat vindt u hier veel of is dat toch een beetje teleurstellend? Nee, ik vind het voor een beginnend breien veel. Ja, ze heeft het snel gedaan. En u bent al een stuk verder, zie ik. Ja ik ben al wat leuke steekjes erin aan het doen en afwisselen met kleurtjes. Dan blijft het nog spannender hè, dan alleen maar de recht toe, recht aan het steken. Ja. En dit moet ook een lange sjaal worden? Minimale meter worden de lappen. En ik hoop toch minimaal 2 meter te kunnen breien voordat de Giro er is. Een enkeling wil snel klaar zijn en dus breidt zij met de... Een luie wijvensteek. Die vond ik heel toepasselijk. Dus grote stappen gauw thuis. Oké, dat is me duidelijk. Dat noemen ze luie wijvensteek. Dus, maar dat breidt snel weg. En het gaat erom dat we dat hele stuk Stationsstraat vanaf het station tot minstens Deventerstraat proberen we dus vol te hangen met, dat noemen ze dan wildbreien, maar dan in de kleur van de Giro. Dus het fuchsia roze. En als we daar veel van de bomen en de fietsenrekken en lantaarnpalen, al dat soort dingen, dan is het goed om snel uit te breien. Iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12 kan er in de wielerhub gebreid worden. Of gewoon thuis. De verdachte die vanmiddag de juwelierszaak De Bruin aan de Asserse straat in Apeldoorn overviel, is aangehouden. Ooggetuigen zagen de dader vluchten en zetten daarop de achtervolging in. De gealarmeerde politie kon de verdachte snel inrekenen. Het is de tweede keer dat de juwelierszaak werd overvallen. In 2011 gebeurde dat ook. Toen raakte de eigenaar ernstig gewond. Vandaag raakte bij de overval niemand gewond. Voor de 4e keer op rij werd het stadsvervoer van Sintes in Apeldoorn als beste beoordeeld. Sintes kreeg een 7,6 en dat is 1/10 boven het landelijke gemiddelde. Daar zijn we heel trots op en daar bedanken we vandaag onze reiziger dan ook extra voor. Maar hoe komt dat tot stand? Hoe is het gekomen dat jullie de beste zijn van Nederland? Er wordt ieder jaar een landelijk onderzoek gedaan door CROW. Dat is het onderzoek voor de OV-klantenbarometer. Er mogen reizigers op verschillende punten de vervoerder beoordelen. Die gegevens worden allemaal bekeken en daar rolt een cijfer uit. Die cijfers zijn gisteren gepresenteerd. En die maakten dat Sintes met de Stadsdienst Apeldoorn voor de 4e keer op rij de beste stadsvervoerder van Nederland is. De nietsvermoedende reiziger werd vandaag extra in het zonnetje gezet door Sintes. Wat hebben jullie precies allemaal ondernomen?
Nou, we willen daarvoor heel graag de reiziger bedanken, want we doen het uiteindelijk voor hen. En we zijn heel blij met het oordeel dat we van hen krijgen. We hebben vandaag 2 bedankbussen rijden. Eentje in Hengelo en nu vanmiddag in Apeldoorn. In de bus is een violist aanwezig voor de muzikale omlijsting, zeg maar. Er lopen 2 albers rond die drankjes uit kunnen serveren. Ja, het allerleukste is nog wel dat we onze chauffeurs ook gewoon de reiziger laten bedanken. Met een bedanktkaartje. En op dat bedanktkaartje verwijzen we de reiziger naar sintus.nl/gewoonbedankt. En dan maken ze kans op een wellnessweekend voor 2 om nog eens extra in de watten gelegd te worden. En dat is gewoon onze manier om bedankt te zeggen. De reizigers die met die speciale bedankbus meereden waren erg enthousiast over dit hartverwarmende idee van Sintus. Hoe vond u de speciale busreis? Een verrassing. Dat had ik nooit verwacht. Was u niet op de hoogte? Ik was wel op de hoogte, maar ik had niet een bedankbus verwacht. En hoe is dat? Heel raar. Voorkomen overdonderd, maar heel gezellig. Je werd al binnen geleid met muziek. Ja, ik hoor het nu nog. Ja. Ja. Geweldig, ze hebben het verdiend. Dat vindt u wel? Ja, zeker weten. Ja. Ze brengen goede service? Absoluut. De OV-klantenbarometer is met bijna 90.000 reacties het grootste landelijke reizigersonderzoek binnen het regionale openbaar vervoer. Morgen is het overwegend bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 10 graden. In de avond en nacht zijn er opklaringen en kan er een buitje vallen. Het wordt dan rond de 4 graden. Vrijdag wordt een regenachtige dag bij 10 graden. Zaterdag is het droog en wordt het 14 graden.